Hallo mensen, even mijn camera goed zetten hoor. Ik zit een beetje. Moet ik nog iets hoger? Zo, ja. Nou, ben ik weer. Het is een tijdje geleden. Ik heb eigenlijk de boodschapjes heb ik al van Action, een shoplog en van Trekpleister, Kruidvat en Hema. Kleine dingetjes. Ik heb ze al een tijdje liggen, maar ik kreeg geen tijd om er telkens een vlog van te maken. En nu had ik even tijd. Dus ik denk, ik maak het nu. Dan ben ik er vanaf. Nou, dat gezegd te hebben. Jullie kunnen het altijd nog liken. Abonneren kan ook nog altijd. Oh ja, heb trouwens een nieuwe kleur. En ja, zijn nog steeds mijn eigen nagels. Verstevigd. En dat gezegd te hebben, gaan we even snel beginnen. Nou, we beginnen met de grote spullen. Sommige de prijzen ben ik dus kwijt. Ik zal een marge maken of ik zeg er niks bij, maar dan weet ik het niet. Ik was, even kijken, ik denk, was het nou woensdag of donderdag? Was ik in Beverwijk. En daar hadden ze ook een Action. En toen zag ik deze wereldbol in het zwart. Je had ze ook in het wit en je had ze ook in het... wit en in het grijs, denk ik, weet niet. Maar ik vond het zwarte, vond ik echt mooi. Weet je, met het hout en het zwart. En echt gedetailleerd, gewoon alle plaatsen erop. Ik vond het, ja, ik vond het mooi als decoratie. Voor in de woonkamer. Dus die heb ik gehaald. En die was voor... 9,95. Ja. 9,95. Toen zag ik ook het nieuws, kom ik tegen. En dat was deze bankje. Ik zal hem strakjes openmaken. Maar hier zie je een beetje het voorbeeld ervan. En het is eigenlijk een jewelry box. In het zwart. Ze hadden het ook in het groen, maar die vond ik niet mooi. Dus het ziet eruit als een bankje. Dan even kijken hoor, hoe dat was. Ja. Dus het bovenste gedeelte gaat dan open. En dan heb je een spiegel. En een ringenzij. En gewoon om spulletjes erop te leggen. Kijken of er nog iets open gaat. Nee. Maar ik vond het er wel schattig uitzien. En echt gewoon met het ijzeren voetjes ook eronder. Echt. Heel leuk. Ja. Nou. Dus dat is het nieuwe assortiment wat Action heeft. En die was voor... €4,99. Dan van hetzelfde model. Met ook dat ijzeren voetjes. Het is echt heel chic. Ja, ik vind het echt leuk. Met de drie vakjes. Ik zal die ook even openmaken. Dus ook met het ijzer. En gewoon bakjes. Om spulletjes erin te zetten. Dus een beetje het idee als van zo. Ja, nou. Dus net wat ik zeg, ze hadden het ook in het groen. Maar ik vond het zwarte mooier. En het kastje was ook €4,99. Dan had ik ook nodig. Een nieuwe stuurwiel. De mijne ziet er niet uit. Ik vond het leuk met een tijgerpin. Laten we een stoel gaan doen. Maar goed. Dus die gekocht. En die was voor €3,49. Dan zag ik daar zo dan ook iets nieuws. En dat was deze concealer palet.
concealer en bronzer, sorry. Ik ga hem even openmaken. Ik kan meteen even meekijken. En er zit dus een spiegeltje bij met een kwastje en een concealer en de bronzers. Deze twee zijn de bronzers en deze drie zijn de concealers. Nou, die meegenomen. Die was voor €2,99. En daarvan heb ik ook de Awesome Eyeshadow Palette. En die vond ik ook mooie kleuren. Een beetje wat ik eigenlijk niet gewend ben. Maar toch wil uitproberen. Een beetje fellere kleuren. En ook weer met het spiegeltje. Maar met een beetje, ja, hippe kleurtjes ertussen. Die denk ik niet dat ik ooit zal gebruiken. Maar goed. Maar die vind ik wel te doen. En die vind ik ook te doen. Dus die meegenomen. Die was ook voor €2,99. Toen zag ik deze brush collection. Ik vond het... Ik heb zoveel kwasten, jongens. Je wordt er echt gek van. Oh, hier heb ik die kant aan de make-up tafel. Maar ik vond deze leuk met het tijgerprint. Dat gekleurde haartje zo. En het is eigenlijk een eyeshadow en een blush. Die ook weer meegenomen. Die was voor €2,99. Toen zag ik deze. Ik dacht misschien zijn er verschillende, omdat het verschillende kleuren zijn, verschillende geuren ofzo. Maar nee. Het is gewoon scented, candles, premium. Allemaal van vanilla. En ze ruiken heerlijk. Het is plus minus 4 uurtjes wat mee kan. En gewoon een beetje van alles. Kleurtjes. Er zitten 50 stuks in. En die was voor... sorry. Even kijken hoor. €2,99. Nou, 50 stuks voor €2,99. Vind ik te doen. Waar ik dus geen bonnetje meer kan van vinden. En dat was deze. Heb ik twee genomen. Funtime Beauty Bubble Face Mask. Oxygen Effect. Foaming en Deep Cleansing. Drie stuks zitten erin. En het is voor alle skin type. Drie. En het is een bubble. Heb ik meteen twee van gekocht. En ze waren per stuk onder de euro. Tenminste, onder de euro. Dus ik kan niet omhoog zitten, kan niet omlaag. Deze waren ook onder de euro. En er zitten vier stuks in. Daar heb ik ook twee van gekocht. Hairclips. De haarklemmen. Om te krullen, te stylen, te tangen of te feunen. Wat ik dus meestal doe. Kan je hem zo vastzetten. En dan kan je de andere stukken gewoon... feunen. En wat je hebt gefeund kan je ook vastzetten. Er zitten vier stuks in. En ik heb er meteen twee gekocht. En die waren ook onder de euro. Sorry als jullie last hebben van de muziek. Maar daar is mijn zoon mee bezig. Dus daar kan ik niet tegenhouden. Ik laat het ook gaan. Nou, dat waren de action spullen. Dan ga ik gelijk weer door met de kruidvat. Nou, ik doe de kruidvat erachteraan. En, kijken waar we gaan beginnen. Kruidvat had afgeprijsde artikelen. Zit ik wel goed bij kruidvat of wel? Ja, kruidvat. En ik zag deze kwast, een concealer kwast. Hij was dus voor €2,99, maar... nu voor de helft van de prijs. Dus ik heb eigenlijk maar €1,50 voor betaald. En het is niet dat ik het nodig heb. Want ik heb kwasten zat. Maar je kan er niet genoeg van hebben, denk ik.
probeer ik het open te krijgen. Kan ik hem meteen in mijn plastenbak zetten en dan heeft hij een plaatsje. Ja, zo ziet hij eruit. Ja. Dus die. Ik zag ook deze professionele multifunctionele kwast, dus ik ga ervan uit dat je van alles ermee kan doen. En die was voor €7,99, de helft van de prijs, dus €8. €8, dus de helft is €4. En multifunctioneel betekent dus voor alles ga ik vanuit dat je hem kan gebruiken. Het is niet alleen als poederkwast, gewoon alles. We gaan het zien, we gaan het testen als we het gaan gebruiken. Nou, hij is wel heel zacht, moet ik zeggen. Hij is klein, dus houdt makkelijk in de hand. Heel zacht. Dan kom ik deze Agent Profector voor €7,99. En hij rookt nog eens lekker. Maar hij was dus voor €40. Er zit 30 ml in. Van 40 naar €8. En ik had een voorbeeld om te ruiken. Dus ik zag een roze pakje eromheen. Dan ga ik ervan uit dat het vrouwachtig moet zijn. Fetal. Fetal. Dat was het. Ik zag dat staan en ik denk, als je dat op hebt, dan ben je heel fetal. Heel aantrekkelijk of zo. Onweerstaanbaar. Oh. En het is een mooie flesje. Even kijken, nog een keer de geur. Ja. Hij was heel zoet. Bloemenachtig en heel zoet. Van 40 naar €7,99. Wat kan er misgaan? Toen kwam ik even kijken ook deze haarband tegen. Nee, die hoort bij me. Deze ketting wat ik heb om heb. Even kijken hoor. Deze met het steentje. Kristalachtige steentje vond ik wel mooi bij mijn gouden ketting. En het valt precies in mijn nek. En die was voor €6,95. En het is, zie ik net, Cicronia. Het is ook altijd mooi. Toen zag ik de paletten van Catch and Shine. En het zijn allebei oogschaduwpalets. Eentje is Rose Nude en anders Nude. €5,99 en afgeprijsd dus voor de helft. Dat is dus €3. Oh. Oké. Nou, die heeft geen kwast. Spiegeltje. Met allemaal roséachtige tinten in de nude. Ook mooi. En ik ben dan een... Ik kan er gewoon niet tegen. Als ik het ga gebruiken. En ik ga het ergens neerzetten. Dat de stickers er nog aan zitten. Dan is het toevallig wel handig. Met zulke scherpe stiletto nagels dat je ze heel makkelijk in één keer eruit kan trekken. Dus dit waren de tieke en de nude kleuren zijn. Even kijken. Ik heb gekeken dat de plakband erop zat zodat het tenminste nog netjes werd. Oh, hier zie ik wel de kwast
in zitten en het spiegeltje en de nude kleuren. Nou, ook voor 3 euro. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet of ik het nodig heb, maar net als de kwasten heb ik dus ook alle soorten ogenschaduwpaletten. Van duur tot goedkoop. Het gaat mij om, als de kleuren me bevallen, dan neem ik het. Want niet om te zeggen, sommige dure palets. En dan zeg ik even snel een voorbeeld. Huda Beauty heb ik eentje. Nou, die heeft zoveel uitval. En die vind ik zo niet. Ja, voor mij hoor. Voor anderen kan het goed zijn. Niet zitten, het valt er allemaal af. Dat de goedkope merken nog soms beter zijn. Maar dat is mijn mening. Hou me dit niet aan, graag. Dus 2 van die palets gevonden. En dat was eigenlijk de kruidvat. Gaan we over naar de Hema. Dan de laatste, de Hema. En bij de Hema heb ik als eerste voor 6,95 bij de kinderafdeling. Heb ik deze haarbandje gevonden. En hij was dan wel 6,95, maar nu was hij afgeprijsd voor 3 euro. En voor je make-up, als je het wilt gaan opzetten, is het dus heel handig. Eraf halen. Dus dan is het even iets makkelijker om je make-up vast te zetten. Ja, zo valt die ook nog wel mee. En dus het is de bedoeling voor als ik mijn masker gebruik, dan kan ik die opzetten. Dan heb ik van de Bea producten. Ik zag zoveel YouTubers erover gaan. Ik denk nou, ik zag er hele leuke dingen tussen. Dus wat ik heb genomen zijn 3 van de kwasten. De BAE betekent Bea, betekent Before Anything Else. En dan heb ik daarvan de foundation kwast. De eyeshadow kwast. En de concealer kwast. Nou, ze waren roze. Ik vond het mooi staan. Dus meegenomen. En ze waren voor, even kijken hoor. De foundation kwast was voor 7,50. Dus die was voor 7,50. De oogschaduwkwast, die was voor 4 euro. En de foundation kwast, die was voor 4,50. Nou, toen zag ik van Bea ook de Dewy Refresh en Set Spray staan. En er zit, het is een Refreshness Skin, Boots Radiant en Glow Finish geeft het. Hoeveel zit erin, zo'n flesje? 60 ml. Nou, ik vond het lekker ruiken, want je had testers, dus ik heb het gebruikt. Ik vond het heel lekker ruiken. En dat nog. Van Bea heb ik ook de Shake Up Baking Powder van Bananas. Dat is de Mattify Skin Conceals Dark Circles. Dus, dat moet werken. Hopen we dan, hè. Er zit 35 gram in. Ik zou, want ze hadden nog een andere hoor, een witte. Maar ik weet niet meer voor wat dat was. Maar het ging mij dus puur om de Dark Circles. Als het werkt, top. Ik zag ook de oogschaduwpalet van Bea en ik vond daarin ook hele leuke kleurtjes. En het is een beetje vast, dus ik dacht bij mezelf, misschien wordt het nog wat spiegeltje en een beetje, ja, stevige kleurtjes.
Zal ik eentje even swatchen? Bijvoorbeeld de goudkleur. Nou, kijk. Dan is mijn skin natuurlijk ook al bijna goudkleurig. Laten we die eens even doen. Doe het even een beetje hier. Die valt tegen. Zie je? Nou. Maar ja. We gaan het proberen. Die. En die was voor... Oh, trouwens, de friseerspray was voor 6 euro. Dus die. En de bananen... was voor... ook 6 euro. De oogschaduwpalet was voor 12,50. Toen zag ik dit liggen. Van de Bea. Brow Wonder Fill and Define Pencil. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Fill and Define Pencil Powder. En wat het is. Het is dus. Even kijken. Hoe was het nou ook alweer? Ik denk dat ik het wel door had. Even kijken hoor. Misschien moet ik hem nog eerst even openmaken. Wat dacht je daarvan? Er zit net de sticker erop. Oké. Okay. Sticker even weggewerkt. Nou zeg, wat een kliederboel. Nou. Nee dus, hè? Ja, de testers zijn natuurlijk al open. En dan gaat het makkelijker. En deze moet je allemaal zelf openmaken. Het is oké. Ik snap, het is handig. Maar het is zo'n priegelwerk om die stickers weg te krijgen bij de openingen. Of bij de gebruik. Wat je gebruikt. Nou, ik krijg het. Goh, nou, dit is tenminste het borsteltje. En dat is dus als je deze kant open krijgt. Oh, shit. Hè. Ik ga even uit beeld, want ik ga even wat doen. Oh, gewoon trekken. Dit is het pencil. Dus wat je doet is, je draait eraan en dan komt een pencil eruit. En dan vul je het dus een beetje wat ik nu eventjes gewoon doe. En dan wat je met de borstel doet is het een beetje... inkleuren. Nou, dat effect moet het dus eigenlijk zijn. Nou, een beetje dat effect. Dus. Die en die was voor 4 euro. Dan heb ik, niet van de Bea, maar gewoon van eigen merk, van de Hema, heb ik deze almondolie. En dat is voor je cordless, dus je nagelriemen. En het geeft ook een beetje een... glans. Ik zal het even een beetje op. En het ruikt heerlijk, jongens. Ik zweer het je. Het ruikt echt lekker. Nou, ik heb mijn nagels toevallig gisteren gedaan. Dus ik kan het meteen gebruiken. En even wijzen wat die... Dus zo zien ze gewoon eruit. Ik heb ze nu ingesmeerd, de nagelriemen. En ik ga er een beetje overheen bij de nagelriem. En ik neem mijn nagels mee. En kijk, je krijgt een glans dus. Een glans en meteen eventjes een beetje ja, droog vet, want het voelt niet vet aan. Het drinkt gewoon meteen erin. En het is heerlijk. 11 ml zit erin. Dus, die heb ik meegenomen. Die was voor... Even kijken.
Quest voor. Ja. Die was voor 3,50. 3,50. Toen zat ik ook van Hema eigen merk deze handserum. En 50 ml. Ik heb hem genomen omdat ik bij de tester gebruikte. Is een beetje een roze kleur. En hij rook heerlijk. Daar heb ik mijn nagelriemen mee gedaan. En hier gewoon mijn hand mee. Het is niet vet. Het dringt meteen in je huid. En kijk. Is toch een verschil. Meteen gezonder. Dat je echt een beetje babyachtig. Echt een lekker geurtje. Dus top. En die was voor 4,50. En dan als laatste heb ik de Master Prime Oil van BL trouwens. Die is ook van BL. De Prime Oil. En dat is dan denk ik voordat je make-up aanbrengt of zo. Denk ik. Ik ga niet mijn make-up, maar een primer op zich kan je altijd wel gebruiken. Denk ik zo. Nou. Maar het is heel glad. Drink meteen in je huid. Laat geen vecht. Oh, trouwens, hij is soepel. Hij is zacht. Voor een eigen merk. Oh nee, sorry, voor BR-merk. Hij is heel goed. 28 ml zit erin. En die was voor, even wacht hoor, de primer olie. Waar is die nog? Nou, ik kan hem niet vinden. Sorry. 7 euro. Maar, hij is het wel waard. Hij voelt echt zacht. Ja, nee. Nee, echt. Een aanrader. Toppie. En dat was de laatste. Tevens de laatste. Product van de Hema. Ja, dan ben ik er weer ook weer doorheen. Nou, was na een tijdje weer. Dus, hoop dat jullie hebben genoten. En sorry als ik weer fouten tussendoor heb gemaakt. Maar we doen het nog steeds voor het plezier. Dus, liken kan. Abonneer je kan. Geniet van het mooie weer en till then.